2 gisteren. Goh. Ja. Fantastisch eigenlijk. Oh, dat was precies zoals vroeger. Ja, die voelde zich helemaal op zijn gemak. Allee. Want dan gaat het de goede richting uit. Ja, ik dacht dat ook. Maar ineens wilde hem de volgende keer toch in het café afspreken. En vandaag opeens zegt hem zijn afspraak af. En die voelde zich goed, hè, Marianne? Ik weet het zeker. Ik zou u iets willen vragen. Zou jij Eva willen uitnodigen op je trouwfeest? Alsjeblieft. Ik moet haar echt zien. Echt. Ik denk er niet aan. Ik wil haar alleen... Jij beseft niet hoe erg dat jij eraan toe bent. Ja, je werk leidt eronder en je doet niet anders dan ruzie maken met Rosa. Vorige week hebben ze zelfs tegen de kast geduwd. Oh ja, dat heeft ze natuurlijk direct ja, verteld. Ja, maar je zei ook wel te ver gegaan. Ja, dat weet ik wel. Ik wil haar gewoon zien. Ja, je gaat u zelfs nog veel moeilijker maken. Je begrijpt het niet. Ik wil dat hoofdstuk afsluiten. Ja, schrijf daar dan een brief ja, of dat zo? Gaat toch niet? Brief. Ik wil haar gewoon niet zien. Niet zien. En dat moet dan per se op mijn trouwdag. Ja, ik kan moeilijk bij haar thuis gaan, hè. Ze laat me niet binnen. Ja, ik wil geen toestanden op mijn huwelijk. Ik ga uw feest echt niet verbrodden. Je gaat een hele tijd ongelukkig rondlopen. Nee, dat is niet waar. Ik zal gelukkig zijn. Omwille van u en Mo. En ik zal blij zijn als ik dat doofstuk kan afsluiten. Echt. Dat is waanzin. Nee, ik weet wat ik gevoeld heb. Jij wel? Maar is dat dan wel hetzelfde wat Ray gevoeld heeft? Marianne. Er was iets tussen ons. Allee, ja, ik kan het niet uitleggen, hè, maar... Er was zo'n verbondenheid, je kunt dat niet geloven. En mijn intuïtie laat mij nooit in de steek, dat weet je. Wel, voor mij is er maar één ding duidelijk, hè. Jij verlangt naar Dree. Nog altijd evenveel als in het begin. Je herleeft als je denkt dat je hem gaat zien. En als de afspraak tegenvalt, dan zit je in de put. Dree, het is alleen maar Dree. Alles draait om Dree. Jij doet dan nogal eens verschrikkelijk, linken ze. Ja, maar dat is het ook, Jenny. Ik moet toegeven dat ik nog geen enkele gelukkige moment heb gehad sinds we uit elkaar zijn. En toen je bij Bianca waart dan, hè? Ver weg van Dree? Ja, natuurlijk, dat is anders, hè. Natuurlijk was ik blij dat ik bij Bianca was. Mijn dochter, zeg, hé. Hey. Maar ik heb elke dag aan hem gedacht. Ja, maar toen waren we nog maar pas uit elkaar. Maar nu... Jenneke, je moet je eigen leven terug in je eigen handen nemen. Allee, of wilt je liever zo voortdoen? Hoe is het afgelopen met Heesje? Heel goed. Ah. We hebben iedereen een plaatsje gegeven. Mm-hmm. De lijst ligt nog in de keuken. Anders het zal dan... wel goed zijn. Ja, het was ook niet zo gemakkelijk, hoor. Alles zal perfect verlopen. Ja. Is er iets? Nee. Zeker? Ja. Ik ben een beetje moe. Maar ja, het is nog van alles waar ik moet aan denken. En misschien ook wat zenuwen? Jij? Geen tijd voor. Maar eigenlijk wou ik nog een ontspannend verrassingfeestje voor onze vrienden organiseren vanavond. Vanavond nog? Alleen, ik weet niet of het wel gepast is. Zo snel na de dood van Florke. Ja, Frank moet ook zijn gedachten eens kunnen verzetten, hè? Zo had ik het nog niet bekeken. Nee. Dus, je vindt dat het kan? Ja, anders moet het eens aan Frank vragen. Ik kan hem zelf beslissen of hij dat wil of niet. Hé, hey, je hebt precies iets van plan. Hé. Hey. Ja. Wat moet ik dan doen, volgens u? Ofwel zet je een punt achter het hoofdstuk 3 en je begint opnieuw met een schone lei. Ja, dat wil dan ook zeggen stoppen met het fonds. Oh, nee, dat wil ik niet. Nee, ik kan hem dat ook niet zeggen. Ik was kwaad omdat hij niet wilde meedoen en dan zou ik het nu zelf afstappen alleen. Maar zolang je samen blijft vergaderen en onder je tweetjes, dan gaat je me onmogelijk kunnen vergeten. Ofwel? Ofwel zegt je hem wat je voor hem voelt.
Nee. Oh, nee, oh, Marianne, niks van. Ik wil niet nog eens een vernedering. Ik krijg toch het iksel op de neus, dat weet ik. Ja, ik vrees het ook eigenlijk. Wat gaat je dan doen? Een derde mogelijkheid heb je niet zeker. Afwachten dan, hè. Tot ik het beu word, misschien. Ja? Oh, sorry voor het storen. Ik heb hier afgesproken met Dree, maar hij is er nog niet. Heb jij soms een sleutel van de deur? Ah ja, ja. Ik zal hem even nemen. Ja. En? Hoe gaat het? Het leven gaat verder, hè, Bria. Ja. We moeten wel, hè. Ja, dank je wel. Dag. Dag. Die zal toch niks gehoord hebben, hè? Ja, meneer Vervoort, volgende... Nee, morgen zijn wij uitzonderlijk gesloten. Ja, wegens familiale omstandigheden. Ja, sorry, meneer Vervoort, maar dat is echt één keer in 100 jaar dat dat nu echt is gebeurd. Ja, ja, oké, okay, ik zal zien wat ik kan doen. Dag, meneer Vervoort. Zeg, dat is nu de ene en ambetanter ik na de andere. En allemaal voor iets. Simonneke Baks panikeert sowieso niet. Kom, geef dat briefje eens even. Heb jij de study gezien? Ah, study? Ja, hé, hey, nog iets, dat is waar. Wij zitten hier tot over ons oren in het werk en meneer zit pinten te pakken. Maar wat zeg jij niet zo krikkel? Ja, precies, of dat je dat niet weet. Nee, dat weet ik niet. Nee, Frank, wij verzuipen hier in het werk. De klachten die stromen binnen. Er zijn sommige mensen die al meer dan een week zitten te wachten. Ja, en waarom? Hè, waarom? Ja. Omdat meneer altijd maar zo'n goestingsje zit te doen. Ja, ja, en terwijl dat wij maar zitten te werken en jij zit dan rustig een pint te pakken of een vangertje te doen. Simonneke, kalmeer nu toch nog een beetje, alsjeblieft. Allee, hoe is het nu met de stand? Ah, ja, maar hoe is dat nu mogelijk? Ik mag dat toch vragen? Nee, de Frank heeft daar geen tijd voor. Allee, frankeren. Oh. Hier, 3 adressen. Je gaat van het eerste naar het tweede, zo rap mogelijk en je pakt geen pauze. Goed verstaan? Jawel, mijn vuur. Maar we zijn toch op tijd terug voor dat feest van de mol? Ja, Frank, eerst werken en dan feesten. Ja. En mocht maar dat je weg bent, dat ik je smoelier niet meer moet zien. Ah. Volgens, sorry, hè. Ik begrijp het, Simon. Ah. Oh. Zie, hè. Nu weet ik nog van niks, hè. Oh, ja, maar dan zullen we moeten wachten tot vanavond. Maar of, Simon, wat is nu 1 minuutje op een hele dag? Oh. Ja, wel. Dree is er nog niet. Nee, maar die zal nu wel gauw gaan komen. Zin in een kopje koffie? Of thee? Nee, dank u. God zegt, dat vind ik nu een goed idee. Fleut er helemaal mee op hier. Ja, mijn dochter geneest mensen, maar planten kan ze niet houden. Hè. Ik zal er wel voor zorgen. Ja, ik zal er zelf wel voor zorgen. Gaat je daar tijd voor hebben? Allee, je hebt toch je job? En Dree? Ik heb waarschijnlijk evenveel tijd als jij. maar hier, ik zal die al teruggeven. Dank u. Alsjeblieft. Hij werkt hier nog altijd graag. Een drukte. Ja, dan laat ik u maar. Ja, dag Marianne. En wat kwam het hier eigenlijk doen? Zij heeft mij binnengelaten. Ach ja, het is waar. Ik heb er niet meer aan gedacht. Ik laat u zo vlug mogelijk een sleutel bijmaken. Mm-hmm. En waar is dat die? Waar heb ik dat dan verdiend? Dat is voor uw patiënten. Ah? Ja, nou, dat maakt het een beetje gezelliger en een beetje kleurig. Mm-hmm. Ja, maar weet het, hè? Wie aan mijn patiënten raakt, raakt aan Bibi, hè? Ah. Dat weet ik wel. Het antwoord is nee. Ja, moet ik het dan op mijn knieën vragen? Nee, blijf nee. Ja, ik ga je feest niet verpesten, Veronique. Ja, dat weet ik ook wel. Ja, waarom wil je het dan niet vragen? Omdat ik me zorgen maak om je. Is het niet nodig? Heb je nu nog niet genoeg afgezien? Maar ik neem gewoon afscheid en dan vertrek ik. Ja, er is heel weinig kans dat Eva gaat willen komen. Dus je gaat het haar vragen? Ja, ik ga het doen. Precies, dus. Maar als ze nee zegt, ga ik niet aandringen, hè? Nee, nee. Oh. Joe. Hey. Was het vandaag? Ging wel. Zeg, waar is Louis? Och, we hebben zo lang gespeeld dat hij like een blok in slaap is gevallen. En slaapt hij nu nog?
Ja, maar dan denk je dat het al nacht is. Dan is hij om 4 uur klaar wakker. Zijn ding zal hem straks direct uit zijn bed halen. Oh, het is al 6 uur. Eerst nog even de tafel dekken. Ik krijg hem nooit in zijn bed voor 10 uur. Jontien, ik slaap toch nooit voor 10 uur. Jij hebt gekookt? Ja, het is bijna klaar. Ik heb al warm gegeten in ter smissen. Ja, het is maar een kleinigheid. Luc, ik denk dat we dat beter op voorhand afspreken, zoiets. Maar ik hoop dat het zal smaken, want ik wist niet goed wat ik moest halen. Zijn jij met Louis gaan winkelen? Ja, zeg gerust, ik heb hem geen seconde uit oog verloren. Luc, je weet dat ik liever heb dat je dat niet doet. Leontien, alsjeblieft. Dat kind mag toch eens iets anders zien dan die 4 muren als er hier... iets met Louis gebeurt, ja, dan vermoord je mij, dat weet ik. Weet je wat, zal ik mijn eigen vermoorden. Dan vlieg jij niet in de gevangenis. Hallo, met Femke. Ja, ik wil wel babysitten. Een ganse dag. Dat gaat u wel wat kosten, hè? Oké, dat is afgesproken. Ja, Luc, tot morgen. Dag. Leontien, het eten staat op tafel. En Louis? Oh. Ik kon het niet over mijn hart krijgen van hem wakker te maken. Hij sliep zo schoon. Zeg, en als hij vannacht wakker wordt, ik sta op je. Ja, zeg, ik kan ook opstaan, hè. Jij moet niet alles doen. Op Louis passen, eten maken, 's nachts opstaan. Wat wil je dan daar doen? Zij dat daar nu weer? Ik ben dat zo beu, hè? Dat schuldgevoel van u. Sorry. Het is niet het moment om tegen u uit te vliegen. Ik weet hoe moeilijk dat je het hebt. En dat je Florke mist en zo. En ik apprecieer ook echt alles wat je doet. Een tijd dat ik uw gezicht niet kon zien, is voor. Dank u. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw. Heel veel dank u wel. Oh, jongens toch. Oh, het is genoeg geweest. Chin, ja. Ik ben blij dat ik je nog eens zie lachen. Ik ben blij dat jij hier bent. Ik voel mij beter op mijn gemak, zo. Vooral voor Louis. Daarvoor ben ik hier ook. Ja. En niet om eten te maken. Ja, maar als ik hier toch ben, dan kan ik even goed iets doen. Ja, maar ik heb geen honger. Dat is dan spijtig, hè? Ja, maar nu dat je toch al die moeite hebt gedaan, dan wil ik wel eens proeven. Zo. Ah ja. Smakelijk. Smakelijk. Kom aan, rot ding. Iha! Maak je nu de weer niet gegeten. Ik heb genoeg reserves. Je mag toch niet te lang voortdoen met zo'n dieet. Allee, zijn er gereed? Ik ben echt eens curieus voor dat feest. Ik hoop dat er nog iets anders te krijgen is dan Marocaanse thee. Ach ja, dat is te gezond zeker. Simon, dat is like een café zonder bier, dat ken ik. En voor u is dat een ramp, hè? Oh, geen idee. Suske, ga je nu niet mee? Oh, nee, Frank, ik ben eigenlijk stiek kapot. Ik ben veel te moe. Voor die ene keer dat de moe zijn feestje geeft. Ja, we gaan morgen al feesten. Deze is speciaal. Dus vrienden onder één. Allee, come on. Speciaal voor u. Ja, ga toch mee, dan kunnen wij gewoon ontspannen. Yvette is al wel op de kleine letter. Ik ga mee naar het feest. Jij? Wat ga jij daar doen? Wel, ik denk dat er daar iemand is die mij heel graag gaat zien komen. Oh, god. Ja, Frank, dan is het opgelost. Als ons maken meegaat, dan kan ik niet mee. Het is te laat om nog een baby te bellen. Allee, wie had dat nu nog gedacht? Op zwier met mijn schoonmoeder. Als je braaf bent, mag je meerijden. Oei. Ik dacht dat je het nooit ging zeggen. Ze riekt wel goed.
denken. Ik kruip er vanavond op tijd in, want morgen is het weer vroeg. Ik heb het u nog niet durven vragen. Maar morgen is de... Is het een trouw van Veronique en Mo? Oh. Ja, jij kunt precies heel goed gedachten lezen vandaag. Ja, dat is zo, ja, als je iemand al een aantal jaren kent. En wat durfde mij dan niet vragen? We zijn uitgenodigd. Maar dat is ook op tijd, zeg. Wat is dat? Is er geen geld voor deftige uitnodigingen of zo? Of zijn er een paar mensen die niet kunnen komen en dachten ze, ja, dan nodigen we Leontine en Luc maar in de plaats uit. Mag ik één minuutje nemen? Hier, dat is de uitnodiging. Ik heb ze al een tijdje, maar ik durfde ze niet te tonen. Ze is aan ons samengericht. Typisch Veronique, hè? Wilt je meegaan? En Louis dan? Femke komt babysitten. Je hebt blijkbaar al alles geregeld. Ja, het enige wat ik nog moet weten is of je meegaat. Daar zal ik dan toch eens in nuchtere toestand moeten over nadenken, denk ik. Zeg, mama, dan ben ik toch eens curieus wat dat voor een feest gaat zijn. Ja. Ik hoop in ieder geval niet te romantisch. Dat hem zijn rozenbladjes en zijn kruiden en zijn kussens en al zijn flauwekul, dat hem dat maar voor Veronique houdt. Zeg. Die worden van al zo sentimenteel als de Waldeck, de Mo. Jij zou nog iets kunnen leren van de Waldeck. Hola. Hoe ziet hem eigenlijk, Mr. Waldeck? Die is ziek. Die zit in zijn bed. Ja. Oh. En ik, we moeten vastbinden of hij stond hier. Oh. Waarom? Ja, maar ja, ik kan dat niet riskeren dat hem de Mo en Veronique aansteken. Dat is ook waar. Mannen, wat een geluk dat hij vorige week niet ziek was als wij die cd moesten opnemen. Oh. Ja, maar ja, wat hadden wij moeten doen? Oh. Dat is het enige dat die volle dagen overklappen, dat is over die cd. Ja. Rosa, manneke, je zou verschieten als je hem zou bezig horen. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Zij, als wij die cd al konden afgeven, dan konden we dat spel hier opzetten. Binnen 1, 2, 3, vol een bak ambiance. Mannen, drink tegen. Hier, oh, jongen, binnenkort ambiance. In grote zalen. Of op een cruiseschip. Ja. Dan gaan we onze naam nog moeten veranderen. Je niet internationaal. Dus dingen, de swinging, hoe is dat? De swinging plombers. Oh, het gaat u precies nog altijd niet af, hè? Als je denkt dat je mijn problemen kunt oplossen, vind ik. Ah. Ja, wel jongen, waar zit ze? Uw show. Oh, is hij er nog niet? Oh, hij is nog niet getrouwd en hij is al kwijt. Mooi, ik moest zeggen dat Veronique wel later komt. Ze moest toch iets doen. Ah, bedankt, Werner. Hé, hey, zit toch geen schrik voor te komen? Wacht, ga maar, Frank. Wat? Ik heb een verrassing voor u. Voor mij? Mm-hmm. Hoe dat? Maar geduld. En je zult wel zien. Hey Eva, hoe gaat het? Goed. Jij kan toch niet over de winnaar praten, hè? Nee. Ik kom u uitnodigen voor mijn trouw. Ah. Ja, ik weet dat het een beetje laat is. Ik wou het eerst niet doen omwille van onze Werner. Maar ik vind dat eigenlijk niet eerlijk tegenover u. Ja, maar jawel. Allee, het is toch uw broer? Het heeft ook altijd heel goed geklikt tussen ons. Toch? Ja. Ik zou echt heel blij zijn als je zou komen. Ja, allee, bedankt voor de uitnodiging, maar ik kan dat echt niet doen. We verstaan het toch, hè? Ik zou het alleen maar moeilijker maken, Veronique. Maar ja, onze Werner gaat dan de hele tijd in de keuken staan. We gaan elkaar bijna niet zien, hoor. En er gaat zoveel volk zijn. Nee, ik vind dat echt geen goed idee. Maar ik heb een cadeau gekocht voor u en Mo. Ik ga die even gaan halen. Ah, zeg, kun je dat niet gewoon morgen brengen? Dat zijn mijn schoonouders. Ja, ik moet echt weg. Tot morgen misschien. Blijf geloven in uzelf. Ik doe dat ook. Oh, oh.
dat gleed uit mijn handen. Laat eens zien. Ja, het is niet zo erg, hoor. Nee, maar misschien zit er nog een stukje glas in. Een kapster kan zich niet permitteren om haar handen niet te verzorgen. Hier. Ja, het is niet zo diep, denk ik. Hou dat er maar eventjes op. Ja. Zo. Dat waren toch niet de glazen van je huwelijkslijst? Nee. Dat is al een geluk. En hier helemaal onder bloed. Ik heb mijn best gedaan.